Goed, nieuwe knoop. Dit is de Eric Clenny Crisscross. Ik vond deze echt geweldig omdat hij lijkt op de Christensen of de Cross knoop. In zoverre dat, dat er een kruis in tevoorschijn komt, een crisscross. Alleen bij die, bij de cross knoop zeg maar, zag je niet veel meer dan een splitsing tussen boven en onderslag. En kwam dit en dit gewoon totaal, ja, dit nog net wel, maar deze kwam absoluut niet naar voren toe. Dus Eric Clenny heeft daar dit op gevonden. En ja, ik ben er echt heel erg over te spreken. Met een patroondas trouwens en een gestreepte das moet je dat niet proberen, deze knoop, want dan gaat echt alles door de war. Dus een mooie effen das gebruiken. Of in ieder geval iets met zulke kleine puntjes erin dat het niet opvalt. Goed. Afmeting. Je gaat met de brede zijde aan de linkerkant, korte zijde of dunne zijde aan de rechterkant. We gaan met de linkerkant gaan we knopen. Het is een beetje oefenen een keertje. De knoop zelf is niet moeilijk, maar met betrekking tot de afstand van je das. Volgens mij, ik heb hem ongeveer op middenrif hoogte ongeveer hangen. De dunne zijde. Je gaat rechts over links. Deze hou je vrij strak hier tegenaan. Vervolgens draai je hier nog een keer omheen. Alleen wat je nu doet is, je houdt hem al wat losser. Dus deze lus hier die je nu krijgt is los. Vervolgens ga je eromheen. Wat je nu gaat doen is, je zit aan de linkerkant. Even een puntje vouwen. En door de lus die je nou net losjes hebt gemaakt, haal je hier de brede kant van je das heen. Zo. Dit is een vrij zachte das, dus ik hou de knoop die hou ik wat losser, zodat hij niet te veel gaat verfrommelen. Okay. Wat je nu gaat doen met deze brede kant is, gaat onder je nekgedeelte door, zodat je naar de oren krijgt. Ja. Dan laat je hem hier eroverheen vallen. Oké. Maken we weer een punt met onze das en gaan we hier door deze lus en de eerste lus die je hebt gemaakt, allebei tegelijk, dan ga je doorheen. Ja. Nogmaals, zonder kreukels ziet deze knoop er echt het beste uit. Dat ga ik ook zeer zeker proberen om er geen kreukels in te krijgen. Klein beetje aantrekken nog. Oké. Aantrekken met de achterkant. Met door aan de dunne zijde te knijpen. Te trekken en de knoop vast te houden. Cross maken. Kraag omlaag. En daar heb je hem, de Eric Clenny Crisscross knoop. Ik ben er heel erg over te spreken. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden van de knoop. En heb je een knoop, laat me zien. Veel plezier ermee. Mocht je het allemaal leuk vinden en je wilt het bijhouden, abonneer je dan op mijn YouTube pagina. Want daar plaats ik bijna iedere dag een nieuwe knoop. Succes met knopen.